Zelf een pinguïn maken die strijdt voor een beter klimaat. Of een pinguïn met een stoere tattoo. Dat kon gisteren tijdens een pinguïn-workshop van striptekenaar Wasco. De workshop werd gegeven omdat deze week het Illustratiefestival plaatsvindt. Dit creatieve festival is georganiseerd door studenten van Academie Minerva aan de Predinius-singel. Het doel is om samen kunst te maken. Over het algemeen ben je te serieus bezig met je eigen kunst. En het is gewoon gezellig om met mensen in een zaal op een plek te zitten en gewoon een beetje te spelen. Eigenlijk willen we een beetje onze jeugd terugvinden. Ja, we maken die pinguïns eigenlijk allemaal van kringloopmaterialen, van restspullen, et cetera. Ik bedoel, het zijn allemaal eigenlijk hergebruikt pinguïns. Behalve dan dat er nieuwe verf op zit. Okkie Poortvliet, een van de studenten die het festival heeft georganiseerd, doet zelf ook mee aan de Pinguïn Workshop. Gewoon dingen maken met z'n allen, daarvoor zit je ook een beetje op de kunstacademie, gewoon veel mooie dingen te maken. En iets te leren van een professional die hier komt en een workshop geeft. Het is altijd interessant om weer van mensen buiten school iets te leren. Ik zie ook al veel mensen die pinguïns hebben gemaakt met iets van plastic om hun lichaam of toch een soort milieukant te hebben belicht, omdat natuurlijk de Noordpool smelt. Iedereen die meedoet aan de workshop heeft zijn eigen creatieve pinguïn gemaakt. Hij heet Sam en verder weet ik niks. Heeft Sam geen hobby's? Schaatsen. Ik ben geïnspireerd door de macaroni-pinguïn. Die heeft een gek kapsel. En het leek me wel leuk om die te maken. En ik zag deze dopjes. En ik dacht, ja, die kan ik wel leuk als ogen gebruiken. En verder gewoon heel veel wat je hier kan vinden. En wat hier ligt, ja. Deze heeft een bier dingetje om zijn nek. Dus vervuiling. Dit is hem. Dus er zit niet echt een verhaal achter. Hij heeft wel een hele coole tatoeage. Maar het is eigenlijk gewoon een beetje ontstaan. En ik heb er niet echt over nagedacht. Toen de workshop afgelopen was, liepen alle pinguïnisten in optocht naar de kunstgalerie H200. Ik vind eigenlijk dat je kunst bij het volk moet brengen. Dus gewoon, we zitten nu hier in de academie, maar daar durven mensen eigenlijk nauwelijks door de deur te komen. En het is leuk om gewoon naar buiten te gaan en mensen gewoon te confronteren met wat je hebt.